Je hebt een nieuw systeem eigenlijk, hè, met die tunnels. Ja, dat klopt. We hebben de MBOG-systeem, noemen ze dat, van Engels Steekkarren. En dan kun je ook de MBOG-lijn, de bogen van kopen. En dan veel minder arbeid en veel meer opbrengst. Tenminste, het bed wordt warmer. Kun je dat nu al merken? Ja, want we hebben nu al de gangen. Dat is eigenlijk voor dubbele tunneltjes heel vroeg zonder kachel eronder. En je zegt minder werk, maar in hoe minder werk? Minder personeel of? Ja, gewoon het gaat allemaal veel makkelijker. Het is met zetten al, met opbouwen is het al de helft van het werk. En later met steken, het werkt allemaal veel makkelijker. Maar hoe gaat dat dan als dat plastic, wat blijft dat plastic straks als alles klaar is? Dan rollen we dat weer netjes op en dan leggen we dat in de winterstalling. Dan kunnen we het volgend jaar weer gebruiken. Dat gaat gewoon jaren mee? Dat als het goed is, als we het wild eraf kunnen houden, dan moet dat 10 jaar mee kunnen. En kun je ook merken dat de asperges nu vroeger zijn of is het heel normaal dit? Nee, eind maart is eigenlijk heel normaal. Alleen het was zo lang en nat, donker en koud. En in één keer draait het om en krijg je prachtig weer. Het voorjaar gaat hard in één keer. Schieten ze de grond uit of valt het mee? We hebben lekker de gang, maar dat staat nog niet mannetje aan mannetje zoals wij dat noemen. Maar dat komt eind van de week wel. Maar het wordt nu weer kouder. Staat het dan weer even stil? Of? Nou, stilstaan gaan ze niet doen, geloof ik. Ik denk wel als we maar een beetje zon houden. En de smaak is goed? De smaak is goed, lekker mals. En, ja. En de eieren? Dat is nu die vogelgriep natuurlijk. Hoe gaat het met de eitjes? Worden die nu echt duurder? Ja, die gaan nou echt hard omhoog. Maar het voerprijs gaat ook alweer 4, 5 euro de 100 kilo omhoog. Maar de eieren zijn afgelopen week 1,3 cent in één week erbij op. Dus dat is heel veel voor eieren. Want het gaat altijd met 10 cent erbij op en een halve cent naar beneden normaal gesproken. Ja. We hebben nou 6 weken gehad dat je echt elke week minimaal een halve cent verhoging hebt. Dus het gaat goed. Maar ik denk dat de eieren best iets duurder mogen worden. Die mogen duur blijven, want zolang het voer en Oekraïne aan de gang blijft, moet dat wel. Want dan, het kan niet uit, hè. Nu had je net over die bedden met dat plastic. Je hebt ook nog gewoon zwart plastic erop liggen, hè. Wat is nu het verschil? Wat kun je daar nu... dat moet je natuurlijk zelf opbeuren. Nou ja, ook dat. Nee, op zich, daar hebben we ook elkaar voor. Daar steken we ook wel mee in elkaar. Dus dat plastic gaat ook omhoog. Alleen daar kun je niet de dubbele tunnels mee steken, want daar moet dubbel plastic over. En in deze grootte zit een rolletje tussen, die houdt het plastic van elkaar tot het lopen wil. Ja. Want plastic wat 20 graden wordt met de zon erop, dat wil niet meer over elkaar schuiven, dat gaat plakken. En dat plastic blijft erop totdat de aspergeperiode helemaal voorbij is? Normaal gesproken, de tunnels steek je een week of 3, 4 meestal met tunnels erop. En dan nog een week of 2, 3 zonder dat alles te gang hebt en dan hou je daar alweer mee op. Want die moeten nou rust hebben. We zagen net ook een veld waar nog niks op is. Maar dat is toch zo, hè? Dat je zoveel jaar op een veld kunt oogsten en dan... En dan moeten de planten eraf. Dan moet je zeker een jaar of 5, 6 wachten voordat je er weer andere gewassen erop gaan telen. En voordat je daar weer wat asperges op kunt zetten, ja. Nu staan we hier in de kersenboomgaard, hè? Hoe lang gaat het nog duren? Ja, de temperatuur gaat naar beneden. Maar het zal zeker dan een week duren. Anderhalf misschien wel, als het heel koud wordt tussendoor. Maar je hebt er, ik zag hommels en bijen. Wat is het verschil? Ja, een hommel die groeit eigenlijk al bij 9 graden en een bij pas bij 12, 13. En een hommel vliegt ook over dwars. Een bij vliegt alleen maar over de rij waar die staat. Dat neemt hij mee en voor de rest komt hij niet. Dus je moet ze eigenlijk allebei hebben voor de goede bestuiving. Dus overal staan hommels en bijen? Overal staan hommels en bijen. Er staan 6 kisten hommels en er komen 7 of 8 kisten korven met bijen in. Ja. En is dit ook nu gewoon normale tijd dat ze in de bloei staan? Ja, eind maart, begin april. Dat is eigenlijk de hele normale tijd. Ja. En wanneer is het oogsten? Ja, we hopen dat toch wel rond die langste dag zo'n beetje. Dat we dan de gang hebben met de kersen. Ja. 1 of 2 weken ervoor, dat zou leuk wezen. Nou, dat werkt mooi, want dan zijn de asperges voorbij en dan kunnen de kersen. Ook dat, maar de laatste 2 weken hebben we graag allebei, want dan de ene komt nog voor de asperges. En die neemt kersen mee en de andere komt voor de kersen. Die denkt, ach, ik eet toch nog een keer asperges. Ja, dus ja, dat is altijd wel een leuke combinatie om in de winkel te hebben. Ja. Nou, ik wens je succes het komende seizoen, Wilco. Dankjewel. Dankjewel.